Laten we deze avond beginnen met gebed. Trouwe God, wat is het goed om elkaar op deze wijze weer te ontmoeten. Ook al is het een ontmoeten tussen aanhalingstekens. Omdat we elkaar niet kunnen zien, maar we kunnen wel samen langs deze wonderlijke, moderne, digitale weg vele mensen bereiken. En daar danken we u voor. En we willen spreken over dat prachtige woord. Hinema tof umanayim. Hoe lieflijk, hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders harmonieus met elkaar samenwonen. Heer, wil ons het woord openen. Geef dat we het mogen begrijpen, dat we het goed mogen uitleggen. Dat het over mag komen, want u hebt geweldige plannen. Er gaat een tijd aanbreken. Een tijd die wij aanduiden als het Messiaanse Rijk. Waarin broeders eindelijk harmonieus samen zullen wonen. En daar willen we niet alleen naar uitzien, we willen daar ook over nadenken wat dat te betekenen heeft. En hoe dat vanuit het boek Genesis al naar ons toe komt. Geef uw rijke zegen daarover. Leid ons door uw geest. Leid ons tot uw eer. In de wonderbare naam van Yeshua Mashiach. Jezus de Messias. Amen. Ik ga u Psalm 133 voorlezen. Niet in die hypermoderne vertaling die Sarah net citeerde, maar in de herziene Statenvertaling. Die nou niet echt modern is te noemen, maar toch in ieder geval wat eigentijdser dan de Statenvertaling. Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron. Die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Velen van u zullen wel weten dat deze psalm een onderdeel is van een serie van 15. De liederen Hama'alot, zegt de Statenvertaling. Waarom ze dat niet vertaald hebben, weet ik ook niet. Maar hier is een poging ondernomen. Letterlijk betekent het opgangsliederen. Je zingt ze, die liederen, als je als pelgrims op weg bent naar Jeruzalem. Het is bijna Pesach en dan trokken de Joodse gezinnen weer uit alle hoeken van het land naar Jeruzalem. Zoals de Heer Jezus met 12 jaar dat ook voor het eerst deed met zijn ouders op weg naar de stad. En dan zong men deze liederen, ook deze prachtige psalm. En ik ga u meteen een stelling lanceren en dat is dat deze 15 psalmen, en dat geldt trouwens ook voor talloze andere psalmen, uiteindelijk hun vervulling vinden in het Messiaanse Rijk. Dat is het rijk dat aanbreekt met de komst van de Messias, met de wolken des hemels. Een rijk van vrede en gerechtigheid wanneer hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Als u thuis voor uzelf Psalm 132 zou lezen, dan zou u dat ook veel gemakkelijker zien. En als u ze allemaal zou lezen vanaf Psalm 120 tot en met 134, dan zult u dat ook op vele wijze zien. Maar het is ook het geval in onze psalm, 133. En dat blijkt vooral uit die laatste woorden. De zegen die neerdaalt op de bergen van Sion, daar gebiedt de Heere het leven tot in eeuwigheid. Oftewel, het eeuwige leven. Het eeuwige leven in de Bijbel betekent niet het leven in de hemel. Het betekent eigenlijk in de geschriften van Johannes, heel in het bijzonder, de gemeenschap met God de Vader en God de Zoon. Denk maar aan Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen enzovoort. Maar als je in de andere evangelie kijkt, dan zie je dat er soms de vraag tot de Heer Jezus komt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Daar gaat het helemaal niet over gaan naar de hemel. Daar dachten de Joden helemaal niet aan. Het is eigenlijk hetzelfde als wat de Heer Jezus zelf noemt: het koninkrijk beërven. Want dat was de grote verwachting, en dat is het nog steeds, voor het Joodse volk. Het ingaan in het koninkrijk Gods. En dat is hier ook heel duidelijk het geval. Wie zijn degenen
die dat koninkrijk zullen beërven, die er zullen mogen binnengaan. Als de mensen dat aan de Heer Jezus vragen, dan bedoelen ze: aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan dat Messiaanse Rijk deel te hebben? Heel algemeen zou je kunnen antwoorden: dat zijn de rechtvaardigen, dat zijn de tzaddikim. Dat is het ware Israël, het Israël van God, zegt Galaten 6, vers 16. Dat is het overblijfsel, zegt Jesaja 10, vers 5. De sha'ar, het overblijfsel van Israël. De ware, godvruchtige, rechtvaardige Israëlieten. Daar gebiedt de Heere het leven tot in eeuwigheid, het eeuwige leven. Als u een paralleltekst neemt zoals Daniel 12, dan ziet u daar dat er zullen zijn die zullen opstaan ten eeuwige leven. Dat wil zeggen, dat zijn degenen die door het nieuwe leven, of het dan nu gaat over de letterlijke of de figuurlijke opstanding, maar die door het nieuwe leven mogen ingaan in het koninkrijk dat zal aanbreken met de komst van de Messias. En hier in Psalm 133 wordt een bijzonder kenmerk gegeven. Hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders eendrachtig samenwonen. Er zijn dingen die zijn goed, maar niet liefelijk. Wij kregen vroeger levertraan, dat was heel erg goed, maar dat was verschrikkelijk om te drinken. Er zijn ook dingen die zijn liefelijk, maar niet goed. Nou, dat kunt u ook wel bedenken. Allerlei zaken die misschien wel liefelijk zijn, maar die voor gelovigen niet weggelegd zijn. Die ze niet eens zouden moeten begeren. Maar gelukkig zijn er ook dingen die zijn én goed en liefelijk. En dat geldt voor het eendrachtig samenwonen van broeders. Nou is dat altijd een mooi ideaal. Als u mag horen tot een gemeente waar in pais en vrees samenleven, dan is dat een bijzondere zegen. Maar ik las eens ergens, ik weet niet of het nog opgaat, dat in 60% van alle gemeenten in ons land wel een of andere heibel is. Die heel gemakkelijk kan leiden tot verdeeldheid, tot uit elkaar gaan. Dat is natuurlijk heel erg jammer. En dan gaat het niet zozeer over broeders onderling die ruzie met elkaar maken. Dat kan helaas gebeuren. Dat gebeurt ook maar al te veel. Maar hier gaat het heel bijzonder over verschillende groepen. Groepen die momenteel heel sterk gescheiden leven. En die in dat Messiaanse Rijk bij elkaar worden gebracht. En dan vanaf dat moment eendrachtig samenwonen. Nou, u bent misschien al nieuwsgierig waar ik het dan over heb. Maar ik denk dat het boek Genesis ons hier een sleutel voor biedt. Want het boek Genesis is opvallend vaak aan het woord over broeders die niet eendrachtig samenwonen. En als ik het goed geteld heb, kom ik op 7 van dat soort voorbeelden. En het begint al meteen met Kaïn en Abel. Ik ga het over de laatste wat uitvoeriger hebben, maar eerst wil ik die andere ook nog even genoemd hebben. Kaïn en Abel, de eerste zonde van de mens was een zonde rechtstreeks tegen God. Ongehoorzaamheid, ongeloof. In Genesis 3. Maar in Genesis 4 de zonde tegen de naaste, de broedermoord. Kaïn is het eerste voorbeeld van wat in Genesis 3 vers 15 genoemd wordt, het slangenzaad. De nakomelingschap van de duivel. En Abel is de eerste van wat genoemd wordt het vrouwenzaad. Dat zijn de rechtvaardigen. Dat gaat nog helemaal niet over Israël. En die twee groepen staan tegenover elkaar. De kinderen van de duivel en de kinderen van God. De goddelozen en de rechtvaardigen. Dat is de eerste kloof die door deze wereld heen loopt tot op de dag van vandaag. Waarbij je ziet dat de Kaïns altijd de overhand hebben, zo moet ik het zeggen. De overhand hebben en ze hebben door de eeuwen heen vele, vele rechtvaardigen omgebracht. De Heer Jezus noemt Abel de rechtvaardige. Het bloed van de rechtvaardige Abel roept vanaf de aardbodem. Dat is het eerste grote conflict. De zonde tegen God, de zonde tegen de medemens, tegen de eigen broer. Abel wordt vermoord. Dat komt ook nooit goed. Tot in der eeuwigheid, zou ik zeggen, is er een kloof tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Wel kan elke individuele goddeloze alsnog rechtvaardiger worden. Maar als groepen staan die twee tot in eeuwigheid tegenover elkaar. Het tweede, dat is de kloof die er loopt door het gezin van Noach. Na de zondvloed gaat die kloof zich openbaren. Gam bespot zijn naakte vader en Sem en Jafet bedekken die vader
met een kleed om zijn spot weg te nemen. En de woorden van Noach, ja, ik moet er helemaal kort over zijn, want ik heb 7 van die gevallen te behandelen. Maar die woorden van Noach zijn natuurlijk heel belangrijk. God, of Noach, vervloekt Gam in diens zoon Kanaan. Zoals Gam hem belachelijk had gemaakt, zijn eigen vader, zo zou Gam moeten ondervinden dat de vloek zou doorwerken tot in zijn eigen zoon. En aan de andere kant staan de gezegenden, Sem en Jafet. Waarbij God zich noemt de God van Sem, dat is al de eerste zinspeling op het volk Israël, dat uit Sem is gesproten. En Jafet mag wonen in de tenten van Sem, dat wil zeggen, op de lange duur wordt dat duidelijk, Jafet zal gezegend worden als zij de God van Sem, zeg maar de God van Israël, leren kennen. De derde kloof, die vindt plaats in het gezin van Terach. In Jozua 24 zien we dat Abraham oorspronkelijk leefde in dat land, Oer van de Chaldeeën, waar de vaderen de afgoden hebben gediend, zegt Jozua uitdrukkelijk. En Abraham wordt uit dat gezin, uit die familie losgeweekt door de roeping van God. Hij wordt een dienaar van de ware God. Tegenover die anderen die achterblijven in deze afgodische wereld. Ook hier een kloof met rechtvaardigen aan de ene kant en goddelozen aan de andere kant. Hoewel ik dat hier wel een beetje moet nuanceren. Want als later bijvoorbeeld de bruid geworven moet worden, Isaac, dan zien we dat daar in de familie van Laban, Betuel, de nakomelingen van Haran en Nahor, dat daar ook wel degelijk kennis van de Heere God is. En toch is er een kloof. Er zijn er die geroepen zijn om het beloofde land te zijn en anderen die daar ver vandaan blijven. Tenzij dat ze daar weggehaald worden. Eerst Rebecca en dan ook Rachel en Lea. En zo komen ze dan toch een beetje bij elkaar, want de nakomelingen van Abraham die spruiten dus uit die familie van ver weg, uit Ur, en die familie die daar in het beloofde land woonde. Het vierde conflict is tussen Abraham en Lot. En nu zegt u tegen mij, ja, maar wacht even, dat zijn geen broers, dat is een oom en een neef. Ja, maar Abraham zegt zelf in hoofdstuk 13, kunt u dat lezen, vers 8, tegen Lot, wij zijn broeders. Broeder heeft hier de wat ruimere betekenis van bloedverwanten. Maar doordat hij uitdrukkelijk zegt, wij zijn broeders, mag ik hem ook in het rijtje opnemen. Anders kwam ik natuurlijk nooit op dat mooie getal 7, dat snapt u wel. En daar is ook weer ruzie. Ruzie doordat die herders van Lot en die herders van Abraham oneenigheid met elkaar hebben over de beschikbare bronnen. Hier gaat het niet om de rechtvaardigen tegenover de goddelozen. We komen een beetje dichter bij huis. Je zou het misschien nooit gedacht hebben, maar 2 Petrus 2 vertelt ons uitdrukkelijk dat Lot een rechtvaardige was. Goed dat we dat achteraf te horen krijgen, anders hadden we het niet gedacht. Hier staan dus 2 rechtvaardigen tegenover elkaar. En wat betekent dat? Waarom gaan ze dan toch uit elkaar? Waarom is er dan toch oneenigheid die tot een kloof wordt? Omdat Abraham blijft bij de roeping van God. Hij ziet omhoog, terwijl Lot kijkt naar dat mooie land daar in de buurt van Sodom en Gomorra, waar zijn hart naartoe trekt. Het is een veel onoverzichtelijker kloof. Niet tussen rechtvaardigen en goddelozen, maar tussen rechtvaardigen die dicht bij de Heere willen blijven en bij zijn roeping. En aan de andere kant rechtvaardigen die de wereldse dingen opzoeken, zodanig dat ze niet meer van die goddelozen zijn te onderscheiden. Lot zit tenslotte zelfs in de poort van Sodom. Hij is toegetreden tot de gemeenteraad. Hij is niet meer te onderscheiden van de anderen. Nou, een beetje nog wel, want ze noemen hem de vreemdeling. Hij is toch wel een beetje anders. En die 2 gaan uit elkaar en die hebben elkaar, voor zover we weten, nooit meer ontmoet. Uit Lot en zijn dochter spruiten Moab en Ammon. Maar dat is dan toch wel weer mooi. Moab en Ammon, dat is tegenwoordig Jordanië. Als je Jeremia 48 en 49 leest, dan zie je dat het uiteindelijk met die 2 wel degelijk goed komt. Met Moab en Ammon staat, na die lange beschrijvingen van al hun goddeloosheden en alle oordelen die overeenkomen, staat bij allebei dat aan het einde
hun gevangenschap wordt afgewend. Dat wil zeggen, dat is die mooie uitdrukking, shuf shufut in het Hebreeuws, waarbij die twee elkaar dan toch, waarbij dan toch de gevangenschap wordt afgewend, dat wil zeggen een keer gebracht wordt in het lot van die volkeren. En dat betekent in die twee hoofdstukken in Jeremia dat ze dan toch weer hersteld worden en deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Ah, duidelijk genoeg dan bij Nahor en Haran daar in Ur, waar toch ook wel kennis van de Heere God was, zie je hier dat het met de nakomelingen van Lot uiteindelijk ook goed komt. Zelfs de Moabieten en de Ammonieten, als ze tenminste de Messias van Israël leren kennen en aannemen, zullen deel krijgen aan de zegeningen van het Messiaanse Rijk. Als je daar kijkt naar de broeders die elkander ontmoeten en die harmonieus samenwonen, eendrachtig, dan zullen daar zelfs de Moabieten en de Ammonieten bij horen. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar nu komen we tot die laatste drie. En die zijn voor ons doel van vanavond het belangrijkste. Want daar gaat het inderdaad om diepe kloven die geslagen zijn. Maar ook wordt in Genesis, en niet pas ergens in Jeremia, ook wordt in Genesis al het herstel profetisch aangekondigd. Profetisch, je zou kunnen zeggen typologisch, in de typen, de voorafschaduwingen van de schrift. En ik noem ze alle drie even voor u op. Het conflict tussen Isaac en Ismaël. En ik zeg u maar meteen bij, daarin zie ik het conflict tussen Joden en moslims. Ten tweede, Jacob en Esau. Esau, dat is Edom. Jacob, dat is Israël. En Edom, een paar maanden geleden stond ik hier en toen hebben we het daarover gehad. Edom is de rabbijnse geheimtaal voor de christenheid. Dat is het tweede grote onderwerp voor vanavond. De verzoening tussen Joden en christenen. En ten derde, dus in het totale rijtje is dat het zevende, maar ik noem dus even die laatste drie alleen op en dan is dit de derde. De verzoening tussen Jozef en zijn broers. Tussen de Messias en zijn volk. Drie grote onderwerpen. Drie diepe kloven die geslagen zijn en die niet hersteld worden tot de komst van dat Messiaanse Rijk. Psalm 133 gaat in vervulling. Broeders die bij elkaar horen, de twee halfbroers, Isaac en Ismaël, Joden en moslim, zullen uiteindelijk verzoend worden in zoverre ze de Messias leren kennen. Niet alleen als de Messias van Israël, maar als hun persoonlijke verlosser en heer. En dat gebeurt pas in het Messiaanse Rijk of aan het begin daarvan. En ten tweede de verzoening tussen Joden en christenen. Die nog veel verder uit elkaar hebben gelegen dan Joden en moslims. Daar komen we zo nog wel even op terug. Het zal pas helemaal goed komen tussen die twee als ze elkaar gaan vinden in Jezus de Messias. En ten derde Jozef en zijn broers. De wonderbaarlijke, mysterieuze kloof die ontstaan is tussen de Messias van Israël en zijn eigen volk. Het mysterie hoe het mogelijk is dat 1/3 van de mensheid zich naar deze Jezus noemt. Ze noemen zich christenen. In hoeverre ze allemaal werkelijk rechtvaardigen zijn, dat laten we nu maar even in het midden. Maar het is een ongelooflijk aantal die zich naar Jezus noemen. En van de Joden misschien 1%. Daar is een diepe kloof. En die kloof wordt pas overbrugd aan het begin van het Messiaanse Rijk, als Jezus zal verschijnen. Nou, laten we ze alle drie even de revue laten passeren. Eerst wat Ismaël betreft. Ismaël is in het boek Genesis een veel bijzonderder persoon dan heel veel lezers zo op het eerste gezicht zouden denken. Van Ismaël worden een aantal dingen genoemd die je van geen enkel andere persoon in Genesis vindt, behalve de aartsvaders. Abraham en Isaac en Jacob en de 12 zonen. Ismaël is heel bijzonder. Bijvoorbeeld van Ismaël wordt verteld hoe oud hij was toen hij stierf. Dat gebeurt verder van niemand buiten de aartsvaders.
Van Noach, denk ik. Maar hij wordt ook gezegd dat hij tot zijn vaderen vergaderd wordt. Dat lees je wel van de aartsvaders, maar niet van de anderen. We horen van Ismaël dat hij niet zomaar een zoon van een bijvrouw was. De schrift zegt uitdrukkelijk dat Hagar door Abraham tot vrouw genomen werd, tot echtgenote. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is een beetje gevaarlijk, dat Ismaël in dat opzicht dichter bij Abraham staat dan de zonen van de bijvrouwen van Jacob. Hoewel die natuurlijk tot de 12 aartsvaders hoorden, maar toch via een bijvrouw. Ismaël niet. Van Ismaël horen we ook profetische woorden. Hij zou uitgroeien tot 12 stammen. Net als dat met Jacob gebeurd is. En Ismaël zou rijk gezegend worden. De Heere God had voor hem ook een rijke zegen. En natuurlijk is dat dan heel bijzonder dat Ismaël in de islam zo'n grote betekenis heeft gekregen. Op een heleboel plekken waar wij volgens de Bijbel Isaac lezen, daar zeggen zij Ismaël. De eerste keer dat ik in de moskee in Hebron was, waar de aartsvaders begraven liggen, had ik een moslim gids en die zei tegen mij, hier is het graf van Ismaël. Dus niet Isaac, Ismaël. Ik heb natuurlijk daar niks van gezegd. Ik was wel veel te blij dat ik binnen mocht, want het was op een vrijdag. En dat is typerend. Degene die door Abraham geofferd werd, dat was Ismaël. Je moet niet vergeten dat de nakomelingen van Israël toch vooral te vinden zijn geweest op dat Arabisch Schiereiland. En daar in dat hartland, onder die Bedouïne volkeren, daar is Mohammed opgetreden met zijn boodschap. Het beeld dat hij van God gaf was wel een buitengewoon mismaakt beeld. We herkennen daar de God van de Bijbel nauwelijks in. Hoewel het enige wat Mohammed van God wist, dat was wat hij geleerd had van Joden en Christenen. Wat dat betreft staan moslims nog heel ver af van de God van de Bijbel. Maar een van de wonderlijke dingen van de islam is, en iedereen die wel eens contact heeft met oprechte moslims, die weet dat, met wat voor eerbied ze spreken over Isa. Dat is hun naam voor Jezus. Ik durf wel te zeggen dat ze met meer respect over Jezus spreken dan heel wat vrijzinnige christenen. Er is iets wonderlijks met die islam. En dan moet u niet kijken naar die laatste decennia waarin een groot conflict is tussen moslims en joden in het Midden-Oosten. Bedenk eens dat de moslims geregeerd hebben in Spanje, op het Iberisch Schiereiland, 700 jaar lang. En dat was een van de bloeiperioden van het Joodse volk. Ze hebben het nooit zo goed gehad. Ze konden daar vrij, daarom hebben ze ook grote geleerden voortgebracht, zoals Ibn Ezra. Ze konden daar vrijelijk onderwijs geven, weliswaar onder het oppertoezicht van de moslims, maar ze hadden grote mate van vrijheid. Als je nagaat dat christenen en moslims en joden daar naast elkaar als collega's konden doseren, is een bijzondere tijd geweest. En in 1492 werd het laatste moslimrijkje door de christenen veroverd. En onmiddellijk, een van de eerste dingen die de christenen deden, dat was dan Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. De Reyes Católicos, dat katholieke koning en koningspaar. Het eerste wat ze deden, was alle voorrechten voor de Joden afschaffen. De christenen hebben Israël veel slechter behandeld dan de moslims gedaan hebben, als je over die laatste 1500 jaar bekijkt. Je zou dus zeggen, er is niet veel voor nodig. Ja, er is wel heel wat voor nodig. Dat is het werk van de Heilige Geest. Want niet zomaar komt een moslim in het Messiaanse Rijk. Het gaat alleen via Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden worden, zegt Petrus in Handelingen 4, vers 12. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus in Johannes 14. En zo zal het gaan. Maar er is voor moslims evenzeer plek in dat Messiaanse Rijk. En je ziet dat in het leven van Isaac en Ismaël. Ze gaan uit elkaar. Dat gebeurt al als Isaac gespeend wordt. Dan gaan hun wegen al uit elkaar. En dat blijft zo doorgaan totdat Abraham sterft. Genesis 25, en dan lees je tot je verbazing dat hij begraven werd door Isaac en Ismaël samen. Twee broeders, eendrachtig hebben zij deze taak verricht, hun gemeenschappelijke vader begraven. En er wordt ook verteld over Ismaël en zijn nakomelingschap, een profetische heenwijzing
naar broeders die eendrachtig samen zullen wonen in het Messiaanse Rijk. En dat zijn ook Joden en moslims. Als u leest in Ezechiël 47, dan ziet u dat daar uitdrukkelijk gezegd wordt dat het beloofde land natuurlijk aan Israël zal toebehoren. Maar als er vreemdelingen onder hen wonen, dus niet Joden, maar die daar wel al heel lang hun thuis hebben, dan zullen die ook een erfdeel krijgen in het land. Dat vergeten nogal eens wat lezers van de Bijbel. Maar Palestijnen die daar al eeuwen gewoond hebben, als ze de Heer Jezus mogen leren kennen als hun Messias en als hun Verlosser, dan zullen ze ook een deel krijgen, niet alleen maar ergens daar in het Midden-Oosten, maar in dat beloofde land. Maar het gaat alleen via de weg van Jezus. Nou, het tweede van deze drie laatste, dat is natuurlijk Jacob en Esau. Ik heb het daar, nou, dat is ook alweer een paar maanden geleden over gehad. Toen hebben we gekeken naar die worsteling van Jacob met de engel in Genesis 33. Maar toen hebben we ook al gezien in Genesis 34 gaat Jozef met lood in de schoenen, of pardon, Jacob, op Esau af. En Esau komt met 400 man naar hem toe. Jacob met al die weerloze schapen, met zijn kindertjes. En Edom, Esau, komt daar met 400 strijdbare helden. En er is iets wonderbaarlijks gebeurd, daar komen we nou niet op terug, dat heb ik destijds geprobeerd uit te leggen. Die twee vallen elkaar in de armen. Net als bij Isaac en Ismaël komt het uiteindelijk goed met deze twee broers. Maar samen wonen, dat is toch nog wel heel erg veel gevraagd. Esau zegt, kom toch met me mee naar Seir. Nou is Seir eigenlijk niet het beloofde land, tenzij een zeer ruime zin gerekend. En Jacob voelt ook, we zijn te verschillend. Laten we maar verschillend optrekken, totdat we elkaar in Seir ontmoeten. En Rashi, de grote Bijbeluitlegger van de middeleeuwen, Joodse rabbijn, die heeft gezegd dat zal gebeuren in het Messiaanse Rijk. En citeerde daarbij het boek Obadja als bewijs. En Edom, ik zei het straks al, is in de geheimtaal van de rabbijnen de christenheid. Het Romeinse Rijk, dat is eigenlijk Edom, maar toen het gekerstend werd, een christelijk rijk werd, althans in naam, vanaf de 4e eeuw, dan noemen die rabbijnen het nog steeds Edom. En ze geven daarmee aan, ze zijn heel verwant met ons, zoals Jacob en Esau nota bene geen halfbroers, maar tweelingbroers zijn. En tegelijkertijd staan ze heel ver van elkaar af. Hun wegen blijven gescheiden tot aan het Messiaanse Rijk. En daarom zullen ook heel veel Joden het pas zien wie Jezus is als hij zelf terugkomt. Het is nog niet de tijd dat Joden en christenen eendrachtig samenwonen. De verschillen zijn te groot. Er zijn Messiaanse Joden, Messias beleidende Joden, maar dat is maar een fractie natuurlijk van het totale Jodendom. Ze gaan gescheiden hun weg. Ze weten van hun bloedverwantschap, om zo te zeggen, hun geestelijke bloedverwantschap. Zoals een rabbijn ooit tegen mij zei, Willem, we hebben twee dingen met elkaar gemeen. Het ene is de God van Israël en het andere is de Bijbel van Israël. Nou, hij rekent het Nieuw Testament niet mee, maar daar vielen we natuurlijk niet over. Ik zei tegen hem, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, we kijken ook allebei uit naar de komst van de Messias. Die zal neerdalen met de wolken des hemels. Ze zal zitten op de troon van David. En zal regeren in vrede en gerechtigheid. Hij keek me een beetje wantrouwig aan. Hij dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zeg, nee, luister goed wat ik zeg. Jij en ik kijken allebei uit naar de komst van de Messias. En zijn regering in vrede en gerechtigheid op de troon van David. En toen klaarde zijn gezicht op en hij zei, je hebt gelijk. Later heb ik nogal meer overeenkomsten ontdekt tussen Joden en Christenen. Ik kwam wel tot het getal 7. U ziet wel, daar hou ik van dat getal. Maar die drie vond ik al heel mooi. Wij kijken samen uit naar dezelfde toekomst. En als we elkaar eenmaal gevonden hebben in Jezus de Messias, ja, dan zullen we als broeders ook tezamen wonen. Dan zal de een nog een Germaan zijn, zoals ik, en hij een Jood. Maar dat maakt niet meer uit. Want in Yeshua is nog Jood, nog Griek, trouwens ook nog man, nog vrouw, maar ook, dan zijn die verschillen ook tussen Joden en Grieken eigenlijk opgeheven.
Pas dan, in het Messiaanse Rijk, zullen Jacob en Esau, Joodse en christelijke broeders, eendrachtig samenwonen. Want daar gebiedt de Heere de zegen. Alleen in hem, de Messias van Israël. En dan tenslotte, wat in zekere zin het hoogtepunt is. Jozef en zijn broers. Het zevende en laatste grote broederconflict. En hier is het niet 1-2, Gam tegenover Sem en Jafet, of Abraham tegenover Nahor en Haran. Hier is het 1-11, of als je Benjamin niet meerekent, dat moet je eigenlijk niet doen natuurlijk, 1-10. 1-10. En die 10 werpen hem in de put en later verkopen ze hem. Zonder te weten dat God het zo bestuurd heeft dat die ene tot onderkoning van Egypte werd gemaakt. En dat uiteindelijk die broers moeten komen, omdat ze van hem afhankelijk zijn. Dit ding staat een beetje wiebelig. Van hem afhankelijk zijn om eten te krijgen en hun gezin in leven te houden. Mijn vader had een vriend die ijverig de Bijbel voorlas aan tafel. En dus op gezette tijden was hij weer helemaal opnieuw begonnen met het Bijbel lezen. En dan kwam hij bij Genesis 45 en zijn kinderen wisten dan altijd precies wat er ging gebeuren. Want als hij las over Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt en zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Dan begon die vriend van mijn vader altijd te huilen. Dat wisten de kinderen, die zaten erop te wachten. Waarom huilde die? Ja, omdat dat natuurlijk een prachtig verhaal is. Misschien ook wel een beetje sentimenteel, zou je bijna kunnen zeggen, maar dat was niet de reden waarom die huilde. Hij huilde omdat hij wist waar dit over ging. Dit gaat over dat grandioze moment dat Jezus zich openbaart aan zijn broeders. Als hij neerdaalt met de wolken des hemels en ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En ze voor hem zullen neervallen. Net zo bang in eerste instantie als die broers van Jozef. Want die dachten, Jozef gaat nu wraak nemen. Het gaat helemaal verkeerd aflopen. Waar zijn we aan begonnen? Waar zijn we terechtgekomen? En dan maakt Jozef zich duidelijk dat dat helemaal niet de bedoeling is. Dat hij wraak wil nemen. Integendeel, hij zegt, God heeft dit zo bestuurd. Dat jullie mij verkocht hebben naar Egypte. Het is allemaal in zijn hand. Zodat vandaag en de dag een volk in leven kan worden behouden door de weg die God gegaan is. Daarvoor waren die broers ten volle verantwoordelijk voor wat ze met Jozef hadden gedaan. Maar het was God die uiteindelijk het allemaal goed liet komen. Als ik echte rechtvaardigen onder Israël tegenkom, en die zijn er gelukkig heel wat. We zijn geen hartenkenners, we kunnen niet in de harten kijken, maar voor zover we kunnen beoordelen. De echte oprechten, zoals Zacharia en Elisabeth, van wie je leest in Lucas 1 vers 6, dat ze rechtvaardig waren, dat ze al de geboden van de Tora trouw onderhielden. Als je zulke Joden tegenkomt, ja, dat raakt mij heel diep, omdat ik weet dat we eens eendrachtig samen zullen wonen in Jezus de Messias. Dat raakt me heel diep, want ik weet, eens gaat het gebeuren. Ik hoop dat die vrienden dat nog mogen meemaken. Ik hoop dat het spoedig gaat gebeuren. Maar er komt een moment dat hij zal zeggen, ik ben Jozef, die jullie naar Egypte verkocht hebben. En dan zal het goed komen. Dan zal hij de onderkoning van de wereld zijn. Als je even God als de opperkoning neemt en Jezus mag zitten op de troon van David. En niemand zal zo dicht bij hem zijn als zijn broers, het volk Israël. Zoals men aan Farao berichtte, de broers van Jozef zijn gekomen. De broers van Jozef zullen straks in het Messiaanse Rijk de eerste en voornaamste plaats innemen. Israël wordt hersteld. Sion wordt de plaats van glorieus herstel voor Israël. Maar ook voor de volkeren, voor allen die zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Heere te dienen. Maar het eerste is dat grandioze herstel tussen Jozef en zijn broers. En in zekere zin is dat het hoogtepunt. Het begint met een broedermoord, Kaïn en Abel. En het wordt eigenlijk steeds dieper en steeds groter. En die vijfde en zesde van die zeven conflicten, die zijn uiteindelijk toch, zou je kunnen zeggen, horizontaal.
Het komt goed tussen Joden en moslims. De verschillen zullen worden weggenomen. Als ze samen zich zullen mogen buigen voor Jezus de Messias. En ook horizontaal is dat het uiteindelijk goed komt tussen Joden en christenen. Wij christenen hebben de Joden zo ontzettend veel aangedaan. Ik denk dat veel te veel christenen daar veel te weinig weet van hebben. Veel meer dan de moslims. Maar dat komt goed tussen Joden en christenen. Maar dat is ook horizontaal. Twee groepen op aarde die allebei kennis hebben van de God van de Bijbel. En die zo verschrikkelijk gescheiden wegen zijn gegaan. Die elkaar zo veracht hebben, gehaat hebben. En als je mij vraagt wat is een van de tekenen van de eindtijd, dan is dat niet alleen maar het herstel van de staat Israël, dat ongetwijfeld ook. Maar ook het feit dat sinds de Holocaust de eerste contacten zijn ontstaan tussen Joden en christenen. Contacten van wederzijds luisteren naar elkaar, van wederzijds begrip. Begrip is misschien wel een groot woord, maar toch het begin ervan, van het elkaar verstaan. Maar de kloof is er nog steeds, want Jezus staat nog steeds tussen hen in. Maar die kloof wordt opgeheven. Die wordt overbrugd door Jezus. Maar die zevende, dat laatste verhaal in Genesis, dat ook verreweg het uitvoerigst beschreven wordt, is het mooiste en het heerlijkste van allemaal. En mijn vaders vriend die daar altijd over moest wenen is een voorbeeld voor mij. Want het is interessant en mooi als je dat als theoloog mag uitleggen en als de mensen het een beetje gaan zien, hoe geweldig dat zal zijn als Jezus terugkomt, dat hij dan in de eerste plaats hersteld zal worden met zijn volk, dat daar verzoening zal plaatsvinden, dat ze één zullen zijn, dat de broeders, de 12 broers in eendracht samen zullen worden, Jezus met zijn broeders. Dat is geweldig, maar dat moeten we niet alleen uitleggen, dat moet je hart raken, daar moet je helemaal van onder de indruk zijn. Dan moet je diep door geraakt worden. We kunnen het onze broeders, ik mag ze wel zo noemen, een geestelijke broeder zo wel noemen, daaronder Israël. En zij zien het nog niet. Want het is waar, Jezus is de blinde vlek van de Joden, zoals Israël de blinde vlek van de christenen is geweest. Al die eeuwen door. We hebben zoveel te leren. Maar het laatste zal pas gebeuren als de ware Jozef verzoend zal worden met zijn broers. In eerste instantie leidt dat tot weeklacht. Dat zie je als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En je ziet dat ook in Zacharia 12, dat ik straks al citeerde. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze een weeklacht aanheffen. Niet meteen blijdschap. Matthäus 13 zegt hier Jezus in een gelijkenis. Dat zijn de mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Maar ze hebben geen diepgang. Het evangelie neem je niet terstond met vreugde aan. Want dat vertelt je dat je een zondaar bent. Dat je bekering nodig hebt. Een vernieuwing, een verandering. Het begint niet met vreugde, het begint met droefheid, als ik het een beetje overtrokken mag zeggen. Zo is het hier ook, het begint met een weeklacht. Maar dan neemt Jozef zijn broers één voor één in de armen. Eerst Benjamin en dan al die anderen. En laat ze voelen, ik ben niet bitter, ik ben niet uit op wraak, ik ben alleen maar uit op herstel. Ik wil nieuwe banden met jullie aanknopen. Ik ben de onderkoning en jullie zijn herdersvorsten daar in Kanaan. Maar we zijn broers, we horen bij elkaar, kinderen van één vader. Nou, als u ooit weer Psalm 133 leest aan tafel of voor uzelf of wat dan ook, dan hoop ik dat u daaraan denkt. U hoeft niet aan mij te denken, of aan de preek als zodanig, maar dan denkt u hieraan. Er komt een tijd, het zal goed zijn en het zal liefelijk zijn als broers eendrachtig samenwonen. Die 12 zonen... van Jacob. Maar ook al degenen uit deze wereld, ook zogenaamde christenen, ook zogenaamde moslims, als ze in Jezus hun verlosser mogen vinden, zullen ze allemaal samen één worden. Als ook moslims en christenen gaan zien dat Jezus niet in de eerste plaats alleen maar hun verlosser is, maar dat hij de Messias van Israël is, dan zal dat grote moment aanbreken. Waar de grote hoge priester Aaron in hun midden zal staan. Want Jezus is een zoon van Juda natuurlijk. Maar Aaron is ook een type van hem, de hoge priester.
Hij zal zijn de koning priester op zijn troon, zegt Zacharia 6. En dan zal dat kostelijke olie neerdruipen van zijn hoofd tot op zijn zoom. De optimisten zeggen zelfs dat is de zoom van zijn kleed. Dus helemaal onderaan. Hij druipt aan alle kanten van de olie. Anderen zijn wat bescheidener. Die denken dat het over de halszoom gaat. Maar het is in ieder geval niet een paar druppeltjes. Ik heb vaak zalfolie toegepast en dan gebruikte ik als krenterige Hollander een paar druppeltjes. Maar ik heb één keer meegemaakt, maar dat was ook een Afrikaan die dat deed, die een halve emmer olie over dat nieuwe voorgangerspaar uitgoot. Zodat de olie aan alle kanten naar beneden droop en zijn kleren aan de afloop konden weggooien. Maar toen dacht ik, ja, dat is Psalm 133. Hij zal zoveel zalving hebben. Zoveel kracht, zoals Petrus zegt, God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Handelingen 10, vers 38. Zo zal hij daar als de koning priester, de gezalfde koning en de gezalfde priester, over Israël regeren. En dan komt de zegen van boven. Zoals de dauw neerdaalt van de Hermon op de berg van Sion. En dan zal het eeuwige leven, het ware leven van het vrederijk zich openbaren. En al diegenen die daar deel aan zullen hebben, zullen jubelen in vrede, gerechtigheid en vreugde. Dat is wat ik met jullie wilde delen.